Het is gewoon dat ik dacht dat als ik met ze om zou gaan, dat ze dan normaal zouden doen. Het is goed dat dat kind gaat verhuizen. Jullie denken alleen maar slecht over haar, maar ze heeft ook gewoon goede kant, hoor. Ja, natuurlijk. Ze kan er ook niks aan doen als ze een vader heeft. Nee, ik vind het ook hartstikke sneu voor haar. Dus des te beter dat ze bij de moeder gaat wonen. En ik begrijp echt wel waarom je vriendinnen met haar wilde zijn. Dat gaf je waarschijnlijk een veilig gevoel. Nou, dat was het dus niet, want nu zit ik hier. Het gaat waarschijnlijk nooit meer goed komen met mijn oog. Natuurlijk komt het wel goed met je oog. Dus, wat moet ik nou doen met Chanel dan? Moet ik er wel of niet op zoeken? Absoluut niet. Dat kan alleen jijzelf beslissen.